Hey mam, ik heb iets heel doms gedaan. Ik heb via Popcorn Time series hier gekeken, alleen dat is illegaal. Uh, nu krijgen we een boete en uh, dat is meer als 1000 euro. Zoon Sander van 17 stuurde haar dinsdag dit appje. Hij loopt stage in Duitsland en kijkt daar wel eens series... via de streamingdienst Popcorn Time. Illegaal dus. Ja, hij heeft de serie gekeken. <laughs> ja, dat heeft hij gedaan. Wie niet, denk ik. ik je moederlijke advies kan geven. Run. Dit streamde Sander op zijn Duitse studentenkamer, de Vampire Diaries. Maar rennen, dat zal hem nu niet helpen, want eergisteren viel er ineens een brief op de mat. En daar stond in. Dat ik eh, vijf afleveringen van de Vampire Diaries heb gekeken. En samen ongeveer 200 euro per aflevering. En dat het samen op meer dan 1000 euro kwam. En toen je dat las, wat dacht je toen? Shit. Als hij voor vrijdag niet betaalt, gaat de boete omhoog naar bijna 2000 euro. Of te volgt een rechtszaak. Wist je niet dat het illegaal was? Nou ja, ik wist half dat het illegaal was. Maar ja, ik dacht eerder dat degenen die het erop zetten, illegaal waren. Verkeerd gedacht, in Duitsland kregen miljoenen Duitsers al een boete. En laat Sander daar nu juist tijdelijk wonen. Ook in Nederland gebruiken veel mensen popcorntime. We staan zelfs tweede op de wereldranglijst. De VS staat met 1,4 miljoen bovenaan, direct gevolgd door Nederland. 100.000 mensen hier streamen zelfs dagelijks. Hier loop je dus nog geen risico op een boete, al is het net als in Duitsland verboden. Op dit moment is de kans nul dat je in Nederland gepakt wordt. Stichting Brein en dergelijke hebben hun pijlen altijd gericht op tussenpersonen, dus de website waar je het kunt downloaden. En er is in Nederland niemand aangepakt voor privé het downloaden van dingen. Maar als het aan deze filmdistributeur ligt, komt daar snel verandering in. Wij gaan kijken welke mensen zich schuldig maken aan illegaal films kijken. Daar hebben we de hulp van de internetproviders bij nodig. En die mensen die kunnen dan op termijn een boete verwachten. En als jullie die gegevens niet krijgen van de providers? Dan sluiten we gang naar de rechter niet uit. Hoeveel boete Sander in Duitsland ook zal moeten betalen, risico op een strafblad loopt hij in ieder geval niet.